En ik wil graag schrijver worden. Het liefst wil ik ook heel beroemd worden. Daarvoor schrijver. En ga ik nu daarover hebben. Dat ik schrijver word. En we gaan het ook... Ja. Oké, kinderen, daar ben ik dan ook weer. Dus even kijken, even erbij gaan zitten. Want ik ga eens even wat vragen stellen aan Michiel. Want die wil schrijver worden. Nou, dat is iets heel bijzonders en ook heel moeilijk. Michiel, waarom wil jij een schrijver worden? Ja, het is een heel leuk vak. Beroep. En... Vertel eens, waarom is dat een leuk beroep? Nou, ik hou heel veel van schrijven en van lezen. En daar moet je dat heel veel doen. En daarom hou ik er heel veel van. Mm-hmm. Vind ik het ook een heel leuk beroep. Maar sinds wanneer weet jij nou dat je schrijver wordt? Want hoe is dat in je opgekomen? Omdat mijn moeder het ook is. Aha, en waarom wil jij dan hetzelfde beroep uitoefenen als je moeder? Omdat mijn moeder ook best beroemd is en ik wil ook heel beroemd worden. Oh, kijk eens eventjes. Nou, oké. Okay. Denk je dat dat leuk is om beroemd te worden? Ja. Vertel. Nou, want heel veel mensen kennen dan jou. En die denken dan, daar is Michiel Huisman. Yeah. Net zoals Paul de Loon. Dus, oké, okay, Paul de Loon. Nou, dan gaan we het eens even hebben. Welke boeken lees jij graag of heb jij gelezen die je mooi vindt? En waarvan je tegen de kinderen zegt, die moet je echt lezen, kinderen. Nou, het boek heet... En dan ga je naar een kasteel en dan kom je eerst langs een muis, dan langs een poes, dan langs kippen. En dan zegt ze de hele tijd heel stil zijn. En dan ben je bij het reus en dan zegt ze heel stil zijn. En dan zegt ze opeens, durf jij boete zeggen? Poeh! En dan moet je de bladzijde omslaan en zegt ze zo, sla snel dit boek dicht. Wow. En wie was dat boek? Dat weet ik niet meer. Dat weet je niet meer. Oké, dus dat is een heel bijzonder boek. En hoeveel lees jij nou in de week? Lees jij voor het slapen gaan? Nee. Leest je moeder wel eens voor? Ja. Lees jij wel eens voor? Heel soms. Goed, nou. Michiel die wilde schrijver worden, maar dat betekent dat we net als de andere beroepen die we al hebben gedaan, dat we weer eens op reis gaan. Hè, dus we moeten een interview gaan we doen met Mensje van Keulen. Dat is een hele beroemde schrijfster is dat, heel beroemd, van kinderboeken. Die heeft kinderboeken geschreven en ze heeft één van haar boeken, heet Meneer Ratti. En Michiel gaat er iets uit voorlezen over uit Michiel Ratti. En dan gaan we ook naar Mensje van Keulen toe. Dan gaan we een interview doen. Jij gaat de vragen stellen. Ja. Weet je al wat je gaat vragen? Nog niet vertellen, nog niet verklappen, want anders dan hebben we niks meer te laten zien aan de kinderen. Je weet al heel veel. Ja? Ja. Oké. Dan gaan we ook nog naar een uitgever. Een uitgever is... Een mens die, als je daar een boek komt zeggen, dan zegt ze of het boek in de winkel mag staan en hoeveel geld je daar mag voor verkopen. Dus een uitgever is iemand die zegt of het boek goed genoeg is om in de winkel te komen. Hè? Ja. Oké. Okay. En we gaan jullie nog heel veel meer laten zien. We gaan proberen alles samen te weten te komen over het vak schrijven. Nou, als maar doorhalen. Zie je dat? Dus niet, valt niet mee, hè? Nee. Toch staat hier het hele verhaal, meneer Ratti, in. Zie je? Er zitten wat krassen in, hè? Kinderboekenwinkel. En we gaan er nu naar binnen.
Hallo, waarom wilt u hier werken? Omdat ik kinderboeken heel erg leuk vind. En omdat het altijd zo plezierig is om terug te horen als kinderen bijvoorbeeld wel 8 keer een Ronje de Roverstochter hebben gelezen. Omdat dat hun lievelingsboek is. En is het fijn als je als kind dat boek mag kopen om het echt ook zelf thuis te hebben. En niet steeds te moeten terugbrengen naar de bibliotheek. En omdat denk ik bijna ieder kleuter wel Pluk van de Pettenflat moet voorgelezen krijgen. En het is gewoon heel leuk werk met al die mooie boeken om je heen. En we lezen dus ook altijd allemaal mee. Vindt u het soms ook goed als ze bijvoorbeeld wat minder geld bij zich hebben, dat ze dan iets voor iets minder mogen kopen? Nee, dat kan jammer genoeg niet. Want we moeten gewoon hier ook huur betalen en mensen moeten ook gewoon een loon eruit hebben. En boeken hebben allemaal een vaste prijs in Nederland. Dus hier kost bij ons Pluk van de Pettenflat bijvoorbeeld 29,90. Maar bij een andere boekhandel ook. Want in Nederland heb je daar vaste prijzen in. Vind je het ook leuk als er kinderen, als er zo'n rij hier allemaal staat en dat ze dan een beetje, dat ze dan eerst één en dat ze dan een beetje zo hard tegen elkaar klitsen? Dat vind ik niet erg. In de kinderboekenweek hadden wij een groepje meisjes van 13 jaar al, die steeds achter in de winkel met elkaar de Teletubbies naast stonden te doen. Klonk het dan steeds uit die hoek. En daar heb ik geen last van. Ik heb er ook geen last van als baby's huilen, want ik kan heel goed tegen huilen. Bedankt voor de vragen. Tot je dienst. Dit is het boek van Mensje van Keulen. Hier staat ook meneer Ratti. En we gaan hem zo meteen voorlezen. Dit zijn allemaal andere boeken die je kan kopen op deze boekenwinkel, kinderboekenwinkel. Het boek en dat heeft die vrouw. Zij heeft het heel mooi ingepakt. En waarom pakt u het eigenlijk in? Nou, we pakken de boeken uit de winkel altijd in om te zorgen dat ze goed beschermd worden als jij ze mee naar buiten neemt. Dat als je met het boek bij degene komt voor wie het is en die kent het al of die heeft het al, dan kan hij het komen ruilen. Als je een boek zo mee naar buiten neemt en je stoot er ergens tegenaan, dan is het boek een beetje beschadigd en dan kunnen we het nooit meer terugnemen. En het is toch altijd feestelijk om iets open te maken als je thuis komt. Het is toch ook een mooi cadeautje voor jou. We lezen van een boek van Mensje van Keulen, meneer Ratti. Nou, en dan gaan we in het begin bij het begin beginnen. Nou, leun jij maar een beetje op mijn rug zo met je ene, dan kunnen we het zien. Nou. Meneer Ratti woonde in een kelder. Aan de zijkant was geen raam. Er was alleen een voordeur in een donker portiek. En aan de tuinkant was een smal raam waardoor een haren gordijn hing dat altijd dicht bleef. Meneer Ratti had om zijn tuintje een schutting gebouwd die zo hoog was dat zelfs de zon er niet overheen kon klimmen. Daardoor was het een grauw naargeestig plaatsje geworden dat vol rommel lag. Dat wil zeggen, voor iemand anders zou het rommel zijn. In de ogen van meneer Ratti was het een interessante verzameling oud ijzer. Zoals emmers en tijlen en pannen en fietswielen. Meneer Ratti was verzamelaar. 'S Nachts ging hij de straat op met een kinderwagen op zoek naar van alles en nog wat. Aangezien de meeste verloren en weggegooide dingen op de grond liggen, wees zijn lange neus vrijwel voortdurend omlaag. Die neus die leek nog langer omdat meneer Ratti een kort kinnetje had dat schuin naar zijn hals toe liep. En dat kinnetje zag er extra schuin uit omdat de bovenlip en de boventanden van meneer Ratti wat naar voren staken.
En zijn ogen. Niemand wist hoe zijn ogen eruit zagen. En nu beweerde zijn buurvrouw dat ze ze had gezien. Meneer Ratti stond muisstil in de schaduw van de schutting. Hij leunde op zijn stok en luisterde naar wat mevrouw Sijp over hem te vertellen had. Ze zijn klein en rond, fluisterde ze, net kraaloogjes. Maar hij loopt altijd krom, fluisterde mevrouw Kets, een andere buurvrouw. En hij draagt altijd een hoed. Hoe kon je dan zijn ogen zien? Dat gebeurde gisteravond laat, fluisterde mevrouw Sijp, toen ik Spiekie wou uitlaten. Normaal lig ik om die tijd al lang in bed, en Spiekie ook. Daarom denk ik dat de engert verbaasd was toen ik naar buiten kwam. Hij liep een eindje verderop achter zijn kinderwagen en toen hoorde hij mij. Misschien hoopte hij dat ik de vuilnisbak buiten zou zetten. Je weet hoe graag hij daarin snuffelt. En wat gebeurde er toen? Nou, ik schrok vreselijk. Nou, vertel op, mevrouw Sijp. Wat deed hij dan? Hij keek ineens om en daarom zag ik ze, die kraaloogjes. Maar ze waren heel wat enger dan bij muizen. Ze waren namelijk rood. Het is niet waar. Zeker wel, ik heb het zelf gezien. Ze waren zo rood als lippenstift. Ik schrok zo erg dat ik meteen weer naar binnen ben gegaan. Oh, wat een afschuwelijk verhaal. Nou, het is wel duidelijk hoor, mevrouw Kets. Sommige mensen gaan op een hond lijken, maar meneer Ratti. Sinds wanneer heeft meneer Ratti een hond? Nou, dat is het hem nou juist. Hij heeft geen hond. Toch lijkt hij ergens op. Hij lijkt op... Ik weet wat je bedoelt. Maar die neus van hem en die tanden en die gloeiende kraaloogjes en dat rare snorretje, heb je dat wel eens bekeken? En wat dacht je van zijn oren? Ik durf te wedden dat die er ook eigenaardig uitzien. Dan zal hij wel goed kunnen horen. Laten we maar niet zo hard praten, juffrouw Sijp. En zoals hij woont in dat donkere hol, het is gewoon niet menselijk. Precies wat ik bedoel. Hij lijkt op... Shhh, straks hoort hij je nog. Maar mevrouw Kets, we weten toch allemaal dat hij lijkt op... Shhh, op zijn naam? Stil toch, mevrouw Sijp. Ik heb trouwens wel eens horen zeggen dat hij eigenlijk anders heet. Ik lees toch duidelijk Ratti op zijn naambordje. Nou, duidelijk. Het is nogal roestig. Alsof hij eraan geknaagd heeft. Ja, maar er staat toch wel echt een R en een A. Een... Op dat moment hief meneer Ratti zijn wandelstok waar een ijzeren punt aan zat en gaf er een harde mep mee tegen een zinken tijl. Met een gilletje vlogen de buurvrouwen hun huis binnen. Stelletje lettertabellen, riep meneer Ratti. Natuurlijk lijk ik op mijn naam en zo hoort het ook, want het is een hele voorname naam. Wat denken jullie wel? Ga breien, geef je kinderen een pak slaag in plaats van te tetteren. Meneer Ratti had de gewoonte alles wat hij dacht hardop te zeggen. Hij mopperde iedere dag dan ook heel wat af. Dus ik heb mooie rode kraaloogjes, zeggen ze. Psst. En een rare mens. En mijn snor en mijn ogen en mijn oren deugen niet. En ik ben een engert. Psst. Wat zou ik aardig moeten zijn? En waarom zou ik? Waarom zou ik mooi moeten zijn? Wat een flauwekul. Hij liep een groen uitgeslagen trapje af en duwde met zijn stok de achterdeur open. Die suffe Sijp, die van schrik gauw met haar Spiekie naar binnen rent. Wat een knakworst van een hondje. Precies een vrouwtje. Ik hoop dat hij lekker binnen heeft geplast op haar mooie spulletjes. Alsof ik mijn neus ooit in een vuilniszak van dat mens zou steken. Pff, wat? Wat moet ik met aardappels schillen? Oude hondenbrokjes, vuile servetjes of gebruikte pleisters? Ik snuffel nooit in zulke vuilniszakken. Ze zijn me te nat. Meneer Ratti ging de duistere kelder binnen en pakte zijn kandelaar. Ik houd van dingen die een zekere waarde hebben. En mensen zijn nu eenmaal onnozel en gooien veel te snel iets weg. Fijn voor mij. Hij stak de kaars aan in de kandelaar, blies de lucifer uit en legde hem in een grote hoge doos die bijna tot de rand toe vol gebruikte lucifers zat. Als ik die toch eens allemaal had weggegooid, verschrikkelijk. Hij streek er met zijn hand over en gaf een knisperend geluid. En dan te bedenken hoeveel van die kleine, fijne houtjes er in de wereld worden afgedankt. Miljoenen en miljoenen. Tss, je zou er zeker iedere dag een paleisje van kunnen bouwen. Er is vast niemand die zoveel lucifers heeft verzameld als ik. En het gaat ook niemand nooit of te nimmer iets aan.
Alleen ik kijk ernaar, want als een ander ernaar kijkt, wordt het misschien wel een beetje van hem. En dat is nergens goed voor. Alles wat hier staat is van mij. Van mij, de enige echte rattie in dit land. Hij moest ineens denken aan wat de buurvrouwen over zijn naambordje hadden gezegd. Roestig, zeiden ze, en afgeknaagd, onduidelijk, stelletje haaknaalden. Moet je hun eigen naambordjes zien? Die hebben ze zo glimmend gepoetst. Tsje, je kan het niet eens lezen zonder zonnebril. En toen begon meneer Ratti te twijfelen. En nadat hij een rondje door de kelder had gelopen, schoof hij de grendels van de voordeur en stapte naar buiten. Hij draaide zich om, deed een stap achteruit en keek naar zijn naambordje. Nou, dat is toch duidelijk genoeg? Of niet? Hij kneep zijn oogjes tot spleetjes. Zo ziet het er nog best netjes uit. En hij deed zijn ogen weer open en hield de kaars bij het bordje. Tja, nou ja, een klein likje verf kan het wel gebruiken. Dat likje verf was nodig op de plek waar vroeger nog een letter had gestaan. Want de echte naam van meneer Ratti was namelijk Reindert Adriaan Theodor Tip. Op zijn naambordje stond in het begin dan ook Rat Tip. Maar op een dag, die meneer Ratti zo vlug mogelijk vergeten was, las hij dat er in Zwitserland een baron woonde die Ratti heette. En hij had een schroevendraaier gepakt en de P van zijn naambordje gekrast. Meneer Ratti trok zijn lange zwarte jas aan, stopte zijn portemonnee in zijn binnenzak, zette zijn hoed op, pakte zijn stok en ging erop uit. Ik ben geen andere jongen, maar ik heb gewoon mijn haar geknipt. Dus ik ben nog dezelfde jongen, zeg maar. Het zijn allemaal machines. Ja, en deze machines, die staan in drukkerij print 81... Wat veel, hè? Nou, als jij iets gedrukt wil hebben, dan, dus je hebt een boekje wat je gedrukt wil hebben, dan geef je een opdracht in een drukkerij. Het drukwerk wat je heel even wil hebben, dat komt aan op films. We gaan naar een zetterij toe, die maken de films van. En dan komt het hier en dan gaan we het monteren. Als je hier maar naartoe loopt, kun je zien dat de films die binnenkomen, is precies hetgene wat jij wil hebben. Kijk, we hebben hier films. Dus datgene wat jij gedrukt wil hebben, dat staat ook op die film. Al die lucht gaat uit die kast, zodat er geen... dat het altijd hetzelfde is wat je doet. Nou, op een gegeven moment gaat hij nu een vacuüm zuigen. Moet je direct niet schrikken op een gegeven moment, want er komt er een blauwe lamp. Daarom zit hij ook die platen voor, want het is ultraviolet licht. En het is niet zo gezond voor de mensen. Dus ja, als het dan niet zo gezond is voor de mensen... Waarom gebruiken ze het dan? Kijk, het ultraviolette licht. Dat doet inderdaad pijn aan je ogen. En dit is dan Mensje van Keulen, de beroemde schrijfster. Wat Michiel al heeft verteld. En nu gaat hij een interview met haar doen. Hier is Mensje van Keulen. Hoe werd je schrijver? Op zo'n vraag kan je natuurlijk heel erg lang antwoord geven. En... je kan natuurlijk een kort antwoord bedenken, maar hoe je dat werd, ja. Ik zal je zeggen, toen ik zelf nog een kind was, moest ik altijd heel erg vroeg naar bed. En mijn broer en zus ook. Dus toen lagen we altijd met z'n drieën achter in een kleine kamer, want we wonen niet zo groot. En dan konden we niet slapen en dan vroegen mijn broertje en zusje altijd, oh man, kan je ons nog een verhaal vertellen? En dan ging ik altijd verhalen verzinnen. En ik denk wel eens dat het zo begonnen is dat ik ben gaan schrijven. Dus later ben ik dat eigenlijk gaan opschrijven, wat ik toen allemaal al verzon. Alleen wist ik toen nog niet dat ik schrijver zou worden en ik dacht dat ik schilder zou worden. Hoe kan het dat je zo goed kinderboeken kan schrijven? Ja, dat weet je natuurlijk nooit, want ik ben al heel lang geleden begonnen met boeken te schrijven voor grote mensen.
En toen was het 13, 14 jaar geleden. En toen zag ik mijn zoontje, die zag ik ouder worden. En die was toen 6, 7 jaar. Toen dacht ik, nou, ik wil voor hem een kinderboek maken. Toen heb ik het geprobeerd. En ik had een verhaal in mijn hoofd over een machinist die een kindje op in een sporttas op het station vond. Toen dacht ik, nou, daar zit wel een mooi verhaal in. Toen ben ik dus gewoon begonnen. En ja, op een gegeven moment, een jaar later ongeveer, toen was het boek dus af. Maar dan weet je nog helemaal niet of het natuurlijk goed is. Dat bepaalt de uitgever. Je weet wat een uitgever is? Ja? Nou, en toen dacht ik, eerst dacht ik van, ik schrijf maar één kinderboek en ik draag het op aan mijn zoon. Het staat ook voor Rien, het staat voor Aldo, zo heet mijn zoon. Maar toen had ik toch de smaak te pakken gekregen. En toen ben ik dus nog een paar kinderboeken gaan schrijven. Doe je veel aan sport? Nou, ik was nooit zo sportief. Maar ik hield er wel altijd van om mee te kijken. Bijvoorbeeld naar voetballen en tennissen. En ik ben pas 6 jaar geleden begonnen met zelf tennisles nemen. En nu tennis ik nog iedere week. En waar ik ook wel van hou, bijvoorbeeld, is schaken. Ik vind het vaak heel leuk om televisie naar sport te kijken. Maar het enige wat ik dus doe is wel tennissen. Ja. Ben je slim? Nou, ik kon voetballen. Zou ik graag doen, hoor. Dat wel. Ja. Ben je slim? Jeetje, nou, dat is iets wat je moeilijk over jezelf kunt zeggen, denk ik. Dat zijn eigenlijk dingen die mensen, andere mensen over je zeggen. Zoals andere mensen ook altijd zeggen of een boek mooi zou zijn of niet mooi zou zijn. Misschien moet je toch wel een beetje slim zijn als je een schrijver wil worden. Maar hoe slim ik ben, dat weet ik natuurlijk niet. Ik denk ook wel eens als ik een domme fout maak van, oh, wat stom. Hè? Maar ja, soms dan kan het wel gebeuren dat ik een oud boek van mezelf, dat ik er iets uit moet voorlezen. En dat ik dan helemaal niet meer precies weet wat erin staat. En dan ga ik dat lezen en denk ik, goh, dat heb ik toen toch aardig bedacht. Dus misschien was dat toen wel slim. Nou, ik weet het niet. Er zijn vast veel slimmere mensen. En dommere mensen. Ik denk dat je, als je een schrijver wil worden, wat jij graag wil worden, hè, daar gaan we het ook nog over hebben, dat je ook over fantasie moet beschikken. En ja, fantasie en slim, dat zijn natuurlijk twee hele andere dingen. En je moet, dat is een heel moeilijk woord, je moet discipline opbrengen. Discipline betekent dat je jezelf moet dwingen om iedere dag te werken. Dus dat je aan je tafel moet gaan zitten en niet bang moet zijn voor het witte papier wat er ligt, maar dat je dan echt aan de slag moet. Ja. Weet je veel van binnen? Of ik van binnen veel weet? Je bedoelt hier ergens binnen in mijn hoofd? Nou, wat daar allemaal zit, dat weet je nooit echt precies, want als ik aan het werk ben, dan weet ik nooit waar het allemaal precies vandaan komt. Want ik kan wel een verhaal bedenken, maar terwijl ik aan het schrijven ben, komt er nog van alles bij. En dan weet ik helemaal niet waarom ik dat verzin. Dus er zit een heleboel in. Maar waar het nou allemaal precies zit, is voor mij allemaal heel duister. Heb jij dat wel eens, dat je van alles in je hoofd hebt? Ja. Dan zie je wel verhalen voor je. Ja? En wil je die dan opschrijven? Of vergeet je ze ook weer? Ja, meestal vergeet ik ze weer. Ja, maar toch heb je kans dat je bijvoorbeeld over een jaar, of misschien wel over 20 of 30 jaar, dat het ineens weer boven komt. Dat je het toch gaat opschrijven. Je weet het nooit zeker wat ermee gebeurt. Hè? Hoe komt het dat je op een idee van je boek kwam? Van welk boek? Gewoon van ieder boek, bedoel je? Van meneer Ratti. Van meneer Ratti, want je hebt meneer Ratti gelezen, hè? Ja. Nou, meneer Ratti, toen dacht ik, volgens mij is er bijna geen kind in Nederland. Helemaal iedereen trouwens, ook de grote mensen die vroeger kind waren natuurlijk. Of je hebt in de buurt wel iemand wonen die niet van kinderen houdt. Die echt een kinderhater is en die altijd kinderen wil wegsturen. Hè? Of die bijvoorbeeld je voetbal afpakt of lek steekt. Die echt altijd loopt te mopperen op kinderen. Ik dacht, over zo iemand wil ik een boek schrijven. Want wij hadden vroeger ook altijd iemand in de buurt die zo vervelend was. Een oude man die heel lastig was. Kan natuurlijk ook een oude mevrouw zijn die het doet. En toen zag ik hem ineens heel erg voor me. En ik was een keer in Zwitserland en toen dronk ik een keer wijn die ik heel lekker vond. Toen dacht ik, waar zou dat vandaan komen? Toen draaide ik de fles om en toen zag ik dat het van
Chateau Ratti kwam, toen dacht ik, wat een rare naam. En dat is nou zoiets wat is in mijn hoofd is blijven hangen. Dus toen ik ging schrijven, toen zocht ik naar een naam voor die kinderhater, die ook grappig moest zijn natuurlijk. En toen dacht ik, Ratti. En toen ineens zag ik voor me R-A-T-Tip. Toen dacht ik, oh, dan haalt hij de P weg. Reindert Alion Theodor Tip, dan haalt hij de P weg. Dan staat er Ratti. Want hij heeft gelezen dat er een rijke baron woont die Ratti heet. Snap je? Dus op die manier ontstaat een verhaal. Ik kan je wel. Ik heb al iets opgezocht boven in mijn kast waar al mijn schriften liggen. Dat zijn manuscripten, want ik schrijf altijd alles eerst met de hand. Daarin kan ik je laten zien hoe ik meneer Ratti heb opgeschreven eerst in een schrift. Zou je dat straks willen zien? Ja. Nou, dan heb je dit. Maar je bent er nog niet. Maar je kan nog niet drukken. Je hebt papier nodig, hè? Je moet het ergens op drukken. Nou, dan ga je kijken wat voor papier wil je hebben. Nou, dan moet je misschien wat papier snijden. Nou, dan gaan we naar de snijmachine doen. Even kijken voor een mooi papiertje, even laten zien dat je moet snijden. Ja, jij wil een vrij dik papiertje hebben. Nou, oké, pak een dik papiertje. Wat jij wil, wat jij zegt, wat we moeten doen. Op een gegeven moment als jij iets wil drukken. Nou, we weten hoe groot het is. Dus deze die moet er 2-1, want deze is veel te groot. Kijk maar. Kijk, dit is dus is heel scherp. Zie je met je vinger eronder komt, is hij weg. Ja, maar dan zit er van die ogen, hier ook, zodat je niet met je handen aan kan komen. Snap je? Kijk, nu gaan we dus op papier zorgen dat het papier blijft liggen. Nou, dan komt er een balk naar beneden. Een klein stukje. Kan ik even kijken. Je hebt hier 2 knoppen. Boom. En dan haak je zelf papier naar binnen. Kun je nagaan wat scherp het mes is. Dat gaat ook, kijk, als het door het papier gaat, moet je voelen wat hard dit is. Dus dit is dus heel dik papier en heel hard. Kun je nagaan als je dan met je vinger ertussen komt. Nou, dan is je vinger aan de andere kant. Dus daarom zit er van die bescherming in dat het niet gaat. Heb hier ook papier ingegooid. Blanke papier. Gaat hier doorheen. Die zal lopen. Kom, ik laat het je wel even zien. We stoppen gewoon de machine. Zie je? Hier heb je het beeld. Kun je het lezen? Dit kun je gewoon lezen. Maar hier niet. Dit is spiegelbeeld. Dus wat doet hij? Hij gaat van hier al. Gaat hij naar deze toe. En daarna gaat hij op het papier. En dit komt er zo uit. Zie je dus alles wat jij schrijft, ook hier al. Nou, dat kun je dus gewoon zo drukken. En dan ben je klaar met je boek. Of met je poster of wat je wil. Heb je nog vragen ergens over? Wil je nog iets weten? Weet je alles? Heb ik het zo goed uitgelegd aan je? Ja? Nou, perfect. Je bent klaar. Je wordt naar drukker of niet? Wil je naar drukker? Ja. Wat wil je? Wat wil je worden? Oh, schrijven. Schrijven? Oh, dus we moeten, ik hoop dat ik voor jou of later voor jou kan gaan drukken natuurlijk. Voor je. Ja? En wil je die dan opschrijven? Of vergeet je ze ook weer? Ja, meestal vergeet ik ze weer. Ja, maar toch heb je kans dat je bijvoorbeeld over een jaar, of misschien wel over 20 of 30 jaar, dat het ineens weer boven komt, dat je het toch gaat opschrijven. Je weet het nooit zeker wat ermee gebeurt. Hè? Hoe komt het dat je op een idee van je boek kwam? Van welk boek? Gewoon van ieder boek, bedoel je? Van meneer Ratti, want je hebt meneer Ratti gelezen. Ja. Nou, meneer Ratti, toen dacht ik, volgens mij is er bijna geen kind in Nederland. Helemaal iedereen trouwens, ook de grote mensen die vroeger kind waren natuurlijk. Of je hebt in de buurt wel
iemand wonen die niet van kinderen houdt. Die echt een kinderhater is en die altijd kinderen wil wegsturen. Hè? Of die bijvoorbeeld je voetbal afpakt of lek steekt. Die echt altijd loopt te mopperen op kinderen. Ik dacht, over zo iemand wil ik een boek schrijven. Want wij hadden vroeger ook altijd iemand in de buurt die zo vervelend was. Een oude man die heel lastig was. Kan natuurlijk ook een oude mevrouw zijn die het doet. En toen zag ik hem ineens heel erg voor me. En ik was een keer in Zwitserland en toen dronk ik een keer wijn die ik heel lekker vond. Toen dacht ik, waar zou dat vandaan komen? Toen draaide ik de fles om en toen zag ik dat het van Chateau Ratti kwam. Toen dacht ik, wat een rare naam. En dat is nou zoiets wat is in mijn hoofd is blijven hangen. Dus toen ik ging schrijven, toen zocht ik naar een naam voor die kinderhater, die ook grappig moest zijn natuurlijk. En toen dacht ik, Ratti. En toen ineens zag ik voor me R-A-T-Tip. Toen dacht ik, oh, dan haalt hij de P weg. Reindert Alion Theodor Tip, dan haalt hij de P weg. Dan staat er Ratti. Want hij heeft gelezen dat er een rijke baron woont die Ratti heet. Snap je? Dus op die manier ontstaat een verhaal. Ik kan je wel. Ik heb al iets opgezocht boven in mijn kast waar al mijn schriften liggen. Dat zijn manuscripten, want ik schrijf altijd alles eerst met de hand. Daarin kan ik je laten zien hoe ik meneer Ratti heb opgeschreven. Eerst in een schrift. Zou je dat straks willen zien? Ja. Heb je sommige boekjes zelf gemaakt? Je bedoelt getekend? Oh, nee, want alle boeken heb ik wel zelf gemaakt waar mijn naam op staat. Die wel natuurlijk. Maar ik heb ze niet getekend, want ik heb vroeger wel veel getekend. En ook in tijdschriften tekeningen gehad. Maar Jan Jutte, die bijvoorbeeld meneer Ratti heeft getekend, kan het veel beter dan ik. Dus ik ben blij dat hij het heeft gedaan. Nou, met die pen schrijft zij nou. Schrijf ik. Er zit zwarte inkt in, daar schrijf ik dus mee. Want ik tik het wel uit op de computer, maar ik schrijf alles met de hand. In dit ben ik meneer Ratti begonnen. Nou, kijk eens, ziet dat er makkelijk uit? Helemaal vol met krassen. Helemaal vol. Even laten zien. Ja, zullen we nog. Nou, alles zit helemaal vol. Zie je hoe erg het is? Zullen we een mooie bladzij uitzoeken? Nou, zo ergens zomaar in het midden. Nou, kijk eens. Zo, hier wel een mooie bladzijn, hè? Meneer Ratti is dus een man die een hekel aan kinderen heeft en die 's nachts de straat op gaat met zijn kinderwagen dan allemaal verloren voorwerpen en zo verzamelt. En op een nacht komt hij thuis en dan is er op de stoep, ligt er allemaal sneeuw. En hij had op die stoep een parkeerverbod geschilderd, zodat er geen kinderen spelen. Maar dan komt hij aan en dan staat er, maar wat ik zie. En zijn lange neus boog naar de grond. Ik zie een gesmolten cirkeltje in de sneeuw. Buurvrouw Sijp heeft hier haar hondje uitgelaten. En daarnaast nog een hondje, wel ja. Ze heeft die knakworst ook nog lekker een hoopje laten draaien. Op mijn stoep, op mijn parkeerverbod. Het begint al te bevriezen. De vlokken blijven erop liggen. Mooi zo. Dan is het makkelijk op te pakken zonder dat het uit elkaar valt. Meneer Ratti priemde zijn stok in het hoopje en wipte het uit de sneeuw. Ik houd ervan de straat schoon te houden. Voorzichtig voerde hij het hoopje naar de deur van juffrouw Sijp. Bovendien is het netjes iemand zijn eigendom terug te bezorgen. Dat is zoiets als een goede daad. Meneer Ratti stak het hoopje door de brievenbus en schudde met de stok tot het er afgleed en op de deurmat plofte. Zo, zei hij, en nou hoop ik maar dat het zo'n ruige, stoppelige mat is, zodat ze er een lekker karweitje aan heeft om hem schoon te krijgen. Ja, en dan heb je zo'n schriftje helemaal volgeschreven, zoals jullie gezien hebben. Mensje maakte veel fouten en moest het dan allemaal weer doorkrassen en dan begon ze weer opnieuw. En ze heeft het gezegd, dat is discipline. Want je moet steeds weer opnieuw gaan zitten achter die tafel en dan maar weer schrijven en maar weer fouten maken. Maar dat is niet erg, want je begint gewoon weer opnieuw. Ja, en als het dan door degene die het uitgeeft, de uitgever, goedgekeurd is, dan gaat het hier naar deze drukker toe. Dan drukken we zo'n boekie.
En op een gegeven moment komt het er dan zo eruit te zien. Er zitten ook altijd mensen bij die hele stukjes schrijven, verhaaltjes. Nou ja, kijk, heb je zo die tekst. Dit is zwart, maar met deze, dit is allemaal vier kleuren. Kijk, hier zie je hier al. Je hebt zwart, je hebt geel, rood en je hebt blauw. Die vier kleuren maken dit plaatje. Zie je wat een hoop kleuren dit worden door deze vier? Dat maken we allemaal met die vier kleurtjes. Ratti is dus een kinderhater, maar hij haat ook zijn buurvrouw. En hij is eigenlijk tegen iedereen onaardig. Alles wat ook maar enigszins aardig of gezellig is, vindt hij helemaal niks. En hij liegt altijd. Dus op een gegeven dag is hij in een verfwinkel. Dan krijgt hij een busje verf ver beneden de prijs. Want hij liegt. Hij doet of hij zielig is, alsof hij blind is. En dan gaat hij de verfwinkel uit. En dan loopt hij over straat met zijn stok waar een scherpe ijzeren punt aan zit. En dan zwaait hij zo rond. En dan komt hij op een gegeven moment ook tegen een wandelwagentje in. Waar een kindje in zit te slapen. En dan staat er: het kindje dat erin zat te slapen schoot wakker en begon te huilen. Zeg, kunt u niet uitkijken, riep de moeder boos. Sst, die man is blind, zei iemand. Blind, zei de moeder, waarom heeft hij dan niet zo'n witte stok? Meneer Ratti stond stil. Wat hoor ik nou, zei hij, heb ik geen witte stok. En ze hebben me gezegd dat hij wit was. Tss, het is me wat, een blinde man zo te foppen. Wat een dondersteen, hè? Ik ga een verhaal voorlezen wat ik zelf heb gemaakt. Het verhaal en de titel heet De Verovering van Mexico. In de 18e eeuw was Noord-Mexico nog heel gelukkig. Maar toen kwam de 19e eeuw. Er waren Spanjaarden die dachten dat ze in India waren, maar dat hadden ze fout. In plaats dat ze in India waren gekomen, waren ze in Mexico gekomen. Dat kwam doordat de Spanjaarden fout hadden gevaren. In plaats dat de Spanjaarden rechtdoor hadden gevaren, blaasde de wind ze rechts af. Toen de Spanjaarden in Mexico waren, kregen ze alsmaar goud. Omdat de Mexicanen dachten dat de Spanjaarden goden waren. Maar dat hadden de Mexicanen al snel door dat de Spanjaarden geen goden waren. De Spanjaarden wilden alleen maar dat de Mexicanen in hun god geloofden. De Mexicanen wilden dat niet. Toen kwam het grote gevecht. De Mexicanen hadden wel meer mannen, maar ze hadden alleen maar speren en pijlen bogen. De Spanjaarden hadden geweren en zwaarden. Daarom hadden de Spanjaarden gewonnen. Een klein groepje probeerde te vluchten door het oerwoud van Mexico. Eén Spanjaard zag dat en schoot een kogel. Maar gelukkig raakte hij niemand. Hij riep de anderen om achter het groepje aan te gaan. Alle Spanjaarden durfden niet, behalve drie. Maar toen die drie Spanjaarden in het oerwoud waren, sprongen er opeens twee tijgers op voor hun en aten hun op. De groep Mexicanen leefde nog lang en gelukkig. Einde.